Met een schot vanaf de rand van de 16 zette Donny van der Beek zaterdagavond de eindstand van NAC Ajax op 0-8. De Amsterdammers boekten daarmee hun grootste uitzegen in de eredivisie-historie. Nooit eerder wist Ajax op vreemde bodem met 8 goals verschil te winnen. Tot voor zaterdag stond het record op een marge van 7. De eerste keer dat Ajax dat bereikte was in het seizoen 1958-59, toen in Den Haag met 9-2 werd gewonnen van SHS. En dat is tot dusverre de enige keer dat Ajax in een uitwedstrijd 9 keer wist te scoren. 4 keer eerder kwamen de Amsterdammers tot 8 goals. In 1985 lukte dat zelfs tot 2 maal toe. In Almelo boekte de ploeg van Johan Cruijff een 8-1 zege op Heracles. Vooral Marco van Basten deed van zich spreken met 5 goals, alvorens Frank Rijkaard de eindstand op het bord zette. En een paar maanden later deed Ajax op bezoek bij FC Twente nog eens dunnetjes over. Na goals van Gerard Vanenburg, Van Basten, Arnold Muren en Rob de Wit zorgde John Bosman 10 minuten voor tijd voor de 0-8. Op pomp van Schip, Van Basten verlengt en Bosman is er dan om 0-8 en dus de recordscore aangetekend. Maar het zou helaas net niet bij 0-8 blijven. Vlak voor tijd maakte Twente namelijk vanaf 11 meter nog de 1-8. In een recente verleden was de Graafschap 2 keer het slachtoffer van de Amsterdamse scoringsdrift. In 1998 won Ajax onder meer door een hattrick van Benny McCarthy met 8-1. Bij stand van 7-0 mocht Edwin van der Sar zelfs een penalty nemen. Nu blijft hij koelbloedig. Dan zet hij Ajax op een 8-0 voorsprong. Opvallend genoeg verliep de slotfase van deze wedstrijd volgens eenzelfde scenario als Twente Ajax in 1985. Vlak voor tijd maakte de thuisploeg vanaf de penaltystip de 1-8. Waardoor de Amsterdammers opnieuw net naast de recordzege grepen. Datzelfde gold voor de Graafschap Ajax in 2007, toen in blessuretijd ook een 1-8 eindstand werd bereikt. Klaas-Jan Huntelaar scoorde 4 keer. Rommedaal kan scoren en hij laat het over aan Huntelaar. Maar zit hij erin? Ja, hij zit erin. Het is 8-1. Naast de overwinningen van 9-2 en 8-1 zegevierde Ajax in de jaren 60 buitenshuis ook 2 keer met 7-0. Maar nooit eerder werd dus een uitslag van 0-8 bereikt. Daarom gaat NAC Ajax van zaterdag 18 november 2017 de geschiedenisboeken in.